Taylor met wat ruimte voor zich. Die is de afgelopen minuten schaars geweest. Gods. Naar binnen. Kaatsen met Brobbey en dan nog uithalen. Dat is heel lastig. Dat is te lastig. Taylor dan nog. Die bal gaat tegen de buitenkant van de paal. Wordt nog wel aangeraakt. Dus een hoekschop gegeven door Lindhout. Waar een aantal Ajaxiden ook nog aan een handsbal denken. In die scrimmage situatie in de 16. Ja, in die val. Rente met de arm omhoog. Raakt hem daar toch wel even. Traoré. Van de Bomen. Brobbey. En het schot en de goal. Davy Klaassen. Mr. 1-0 in zijn goede oude tijd. Maar hij doet dat vandaag tegen Groningen dus ook. Van de Bomen met dat paasje op Brobbey. Die het lichaam maar weer eens gebruikt. De bal daarmee weet af te schermen. Iedereen denkt bij Groningen aan het schot van Brian Brobbey. Misschien wordt er ook wel even aan een penalty gedacht. Lindhout laat wijselijk doorspelen. Want er komt toch nog dat schot. En dat is dan dus van Klaassen. Van den Bomen. Brobbey. Dan zal hij graag ook een keer een kopgoal maken. Dat is hem maar weinig gegeven. Maar überhaupt een doelpunt in de Eredivisie zal zijn eerste doel zijn. Daar zitten de gebroeders Gravenberg. Links Denzel, die heeft de korte putstraat uitgespeeld. Afgelopen dagen in Den Bosch, omdat hij daar de periodetitel mee heeft gewonnen. En rechts Ryan, speler van Liverpool. Vaste basisspeler, die is in Nederland voor het Nederlands elftal. Maar ook omdat hij zijn eigen Cruijffkoord heeft mogen openen. Vanwege zijn titel Talent van het Jaar in de Eredivisie. Alweer een paar seizoenen geleden. De borst van Klaassen. De voet van Brobbey. En nog steeds geen doelpunt. En je ziet de frustratie ervan afspatten. Bij de nummer 9 van Ajax. En nog altijd wachtend op zijn eerste Eredivisie goal. Hij wil het in één keer doen. Brobbey. Blok zelfs weg. En dan daar de kans. Als hij ook de volgende Groningen verdediger te slim af is. Maar het is nog een hele belangrijke tussenkomst. Ik denk dat Prins daar toch nog met zijn voet tussen zit. Cruciale ingreep van de linksback Wouter Prins. Ekpom komt voor Brobbey. Hij was er weer dichtbij, maar gaat met het gezicht van een oorworm het veld af. Ondanks het applaus. Blokcel. Ekpom. Ekpom. En dan chippen. Blokcel, die daarmee een beetje zijn eigen fout kan goedmaken. Want hij deed zichzelf daarvoor namelijk pijn. Schreuders ontworstelt zich daar van zijn tegenstander. Soetalo schuttert en daar is Schreuders met 1-1. Zonder heel erg brutaal te hoeven zijn, maar met een Ajax dat qua niveau wegzakt, heeft Groningen de goal al te pakken. Ruim 20 minuten voor tijd. Jorg Schreuders. En Soetalo die totaal mis zit. En daarmee Schreuders een cadeau geeft. Hato, Ekpom, goed gedraaid, strafschop. Dat was voor Lindhout geen moeilijk besluit. Als Blokcel daar ook nog geel voor ontvangt. Ekpom dat vooral erg handig deed. Branko van den Bomen tegenover Etienne Vaassen. En nu heeft Fase door dat Van den Bomen van hoek wilde wisselen. En gaat hij er dus niet in. Soetalo er dus uit voor Weghorst. Guy vervangt Gods met nummer 11. Als de eerste fans besluiten het stadion te verlaten terwijl het een echte nagelbijter is. En je beter dan zou kunnen blijven zitten. 5 minuten dus. Voor Groningen om voor het eerst sinds september 2007 een punt mee te nemen. Guy. En daar is Wout Weghorst. Zijn moment. Knuffel voor Guy, knuffel voor iedereen en dan de knuffels vooral voor Wout Weghorst.
Weghorst, stevig, maar ver. Steken. En afronden. Tsuba Ekpom en Wout Weghorst dus. Een goal en een assist. Dat is nog eens een invalbeurt. Hij kan zijn geluk niet op. Hij heeft de namiddag van zijn leven in de Johan Cruijff Arena. Maar Ekpom is natuurlijk wel de man die uiteindelijk op het formulier terecht gaat komen. En zijn tweede van deze Eredivisie-jaargang mag maken. Overwinning is binnen en de opluchting is voelbaar hier in Amsterdam. Bij de fans, bij de bank, bij de spelers van Ajax. Man of the match. Zal toch vast niet anders kunnen, deze Wout Weghorst.